Welkom bij een gloedje nieuwe piepshow. En we gaan vandaag beginnen in Paris. In Parijs, waar Yves Guillemot het vuur aan zijn Franse kleine scheentjes wordt gelegd op dit moment. <laughs> um, we hebben het de vorige keer over gehad. Um, Ubisoft, gaat, Ubisoft gaat niet zo lekker. En uh, toen heeft Yves Guillemot in zijn alomwetende wijsheid gezegd... Le ballon... En dan weet ik het ook verder niet meer. Maar de bal ligt bij jullie. Het is aan ja. jullie. Als jullie gewoon de games goed afmaken en op tijd, dan gaan we het redden. Ja, en dat is het begin van het einde, dat, dat soort uitspraken. Ja, ja, en we hadden het de vorige keer al over. van, um, Ten eerste moet je als baas dat, ja, bedoel, jij bent de baas. Kijk, dus hij is verantwoordelijk. Hij is gewoon de baas. Het is niet jullie, jullie, jullie. Nee, het is hij, hij, hij. En we hebben ook nog eens te maken met een andere generatie developers. Die juist zoiets heeft van. Ja, maar waarom zit ik hier te crunchen? Waarom werk ik überhaupt vijf da dagen? Waarom moet ik elke dag naar kantoor toe? En dan ja. kom jij even aan dat je eigenlijk nog veel harder moet werken. Want dan gaat het goed komen. En als het niet goed komt, dan komt het eigenlijk door jullie. Nou goed. Ja. Uh, hij heeft daar een hoop uh, uh, merden over zich heen gekregen. Vooral intern. Ja. Um, ik heb hier even. Uh, en hij heeft eigenlijk al vrij snel daarop natuurlijk weer... Zijn excuses aangeboden. Want dat is de hele tijd zo. Dan zegt hij dit. En dan moet hij daar weer op terugkomen. En de hele tijd dat. Dat is niet lekker natuurlijk. Uh, hij zegt, hij heeft, hij heeft weer een meeting gehouden, want de mensen waren boos. En hij zegt, I heard your feedback. Dat is ook zo'n mooi woord wat ik, wat ja. ik constant hoort. Uh, I heard your feedback. I hear you. Uh, and I'm sorry this was perceived that way. Um, even kijken. When saying the ball is in your court to deliver our lineup on time and the expected level of quality, I wanted to convey the idea that more than ever I need your talent and energy to make it happen. This is a collective journey that starts of course with myself. And with the leadership team to create the conditions for us all to succeed. succeed. Together. Uh, ja, hij heeft, uh, ze hebben hem met een, met, een, met, een, met een stevige baguette flink om de oren geslagen. Ja, die is dat een. Kan niet kan zo niet. Hier zijn vier PR-mensen bij hem langskomen en zeggen: Yves, ja. dat gaan we even anders doen. Uh, we gaan nu even opschrijven wat jij moet zeggen. En dit is wat ja. je moet gaan zeggen. Uh, nog steeds hoor je natuurlijk niet uh, het uh, verhaal of de message: zo gaan we het doen. We gaan dit doen, we gaan dat doen, we gaan dat doen en dat gaat het goed Precies. komen. Nee, het is nog steeds. We moeten het samen doen. Maar wat dat dan is, nou, wat blijft in, een beetje uh, Wat a, a interessant part. is, dat ja. zie ik in het artikeltje. Hij, uh, uh, terwijl hij niks zegt, ja. zegt de chief financial officer, Frederik Duguet. Even kijken, uh, waar, zit je? Ja, waar zit je? Ja, daar, precies ja? daar. Frederik Duget zegt, they needed to reduce cost and increase productivity. Dat ja. is interessant, want... Ja. Um, reduce cost and increase productivity ja. over het algemeen betekent dat er meer werk gedaan moet worden met minder mensen. Ja. Met andere woorden, de werkdruk wordt opgeschroefd. Dat is hoe Frederic Duget de situatie inschat. Ja. En uh, ja, terwijl uh, de voltallige development community bezig is om het juiste hagedissenvoer te vinden voor een emotional support animals... Um, ja, wat krijgen ze nu dus te horen van dat moet stoppen? Het gekut klooi moet stoppen. En jullie moeten allemaal twee keer zo hard werken. Ja, um, gevolg daarvan was dat uh, de werkers in ieder geval bij. Ubisoft Parijs, en dat is het hoofdkantoor. Daar ben ik onlangs nog met Jui geweest. Groot, echt heel groot kantoor. Um, dat ze daar hebben opgeroepen um, om te gaan staken. Waarom gebeurt dat nou hier en misschien niet in Montreal? Uh, ten eerste is dit het HQ. En uh, in Parijs uh, heb je gewoon unions. En unions zijn in Frankrijk. ...extreem sterk. Het is een qua vakbond. Het is echt een vakbondsland. Nou, en het sowieso. En ik bedoel, als er hoeft ook maar dit te gebeuren ja, en het is de boze prak. boeren die die zetten de snelweg, uh, de, de periferiek... plat. Ja. En, uh, en je staat tien uur in de file daar als je naar uh, naar Zuid-Europa wilt. Dus ja, goed, dat is me nogal wat. Nee, um, en hier komt dus exact samen een beetje um, wat het voor. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik krijg er hoofdpijn van. Wat is er namelijk aan de hand? Um, Net als wat jij zei, um, er gaat te veel geld uit. En er komt te weinig geld binnen. Ja. Dan, dan uh, kun je eigenlijk maar één ding doen. En, uh, of je gaat rigoureus in je organisatie snijden. dus Of je gaat er wel gewoon, gewoon van oké, okay, een heleboel studio's afstoten. Ik, ik heb het idee dat ze daar nog niet aan toe zijn. Of je gaat zeggen tegen je werknemers: Je moet nu echt fucking goed je best doen. En dan gaat het goed komen. Oftewel, je gaat harder werken. Een um, van de dingen die ze zeiden ook. En uh, dat vind ik ook interessant. Ik zal even dat. Dingetje erbij halen, is natuurlijk van: um, ja, waarom gaat het slecht? En dan zie je dus dat de, het management andere redenen voor die slechte situatie heeft dan de werknemers. En uh, ik vind het leuk, Boris, waar jij denkt uh, dat dan de reden is. Dit is um, een uh, iemand die. Uh, met een aantal mensen op anonieme basis uh, bij Ubisoft heeft gesproken. Um, even kijken. En dan staat hier ook inderdaad: um, The management has seemingly been pushing the narrative. Oftewel, waarom gaat het niet goed? De um, delays have been caused by hybrid and fully remote working. Oftewel, omdat iedereen thuis werkt of deels no. thuis, deels niet. Uh, is het niet goed gegaan, hebben we vertragingen. Which were adopted during the onset of the COVID pandemic. En. Um, dat staat dan recht tegenover wat de medewerkers zeggen. Die zeggen: uh, the reason for delays and cancellations was that most of the games were not what the gamers wanted, which is re reflected in the feedback during Q&A and playtest. Battle Royale has been hugely popular genre these past couple of years, and Ubisoft has, has seemingly been trying to capitalize on its success to no avail. One employee had said they had known of at least a dozen, twaalf. Uh, Battle Royale games in various stages of development at one time, but didn't know the fate of most of these games. And that, yeah, that's here. Also, yeah. further, he said, We certainly are, are uh, running short of games, they're just taking forever. Um, the employee revealed that they have been working on announced live service game since tw 2019, but the game is forecasted to release in until 2025-2026 20, 20, 20, at the earliest. Dus aan de ene kant uh, het management wat zegt van, uh, uh, ja, hele simpele schuldvragen, meer zeg maar niet de core van de business aanpak maar van het heeft te maken met Covid en met thuiswerken en er moet harder gewerkt worden terwijl het development de developers zeggen nee we zitten fucking gewoon veel games te maken die niemand wil hebben we moeten dingen doen zoals fucking NFT's maken die niemand wil laten we gewoon eens fucking games gaan maken plus ze zeggen ook wij willen heel graag bijvoorbeeld een vierdaagse werkweek wat natuurlijk diametraal tegenover de wens van het management staat dat er harder gewerkt moet worden dus er zijn een aantal dingen dat dat Thuiswerken, uh, tijdens die coronaperiode. Mm -hmm. um, weet je, ik, ik heb een aantal verhalen gelezen over hoe de, uh, voordat Elon Musk Twitter overnam, wat de werkcultuur was bij Twitter. Ja, er werkte een kleine 8000 mensen bij mm -hmm. Twitter. Die voornamelijk niets deden de hele dag. Dus daar hing een cultuur van thuiswerken. Uh, er werd eigenlijk überhaupt niet zoveel gedaan. Ze waren aan het... Het leeuwendeel van die mensen waren aan het moderaten. Mm -hmm. uh, dus dat, die waren een beetje tweets aan het lezen. Aan het zeggen of dat wel of niet fake news was. Dat soort dingen. Ze waren gewoon niet aan het werk. En het bizarre is, dat is een... Er is een soort cultuur ontstaan, vooral in die tech sector, waar het uh -huh. de afgelopen jaren niet op kon. Weet je, bij Amazon, bij Google, bij Twitter, bij Facebook. Al die bedrijven, daar zag je gewoon, die namen duizenden mensen aan. Ja. Tienduizenden mensen in sommige gevallen. Um, en er was niet per se werk voor. Vaak namen ze mensen ook aan, zodat concurrenten die mensen niet aan zouden nemen. Um, <tus> nou goed. Diezelfde tech vibe heeft ook zijn intrede gedaan in de videogames uh, development industrie. Alleen zie je gewoon van ja, dat is een industrie waar echt gewoon gecrunched moet worden. Dat is ja. waar gedeliverd moet worden. Zeker die grote teams. Als je daar mensen, als dat bestaat uit mensen die eigenlijk liever niet willen werken. En dat zie je met die berichten als van ze willen thuiswerken, ze willen vier dagen in de week werken, en niet fulltime werken, zeker geen crunch tijd. Um, gewoon mensen die meer bezig zijn met hun uh, uh, emotionele. Uh, 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 hoe noem je dat? Uh, kwetsbaarheid, eigenlijk. dan dat ze bezig zijn met gewoon uh, de schouders eronder zetten. Ja. dat is gewoon lastig. En dat is, we hebben het daar vorige keer al over gehad. Dat is nu wel het soort medewerker wat Ubisoft heeft. Want uh, uh, als jij een getalenteerde developer bent. met een. Met de juiste werkhouding, dan kun je letterlijk overal aan de slag. Maar als jij een beginnende uh, social justice warrior uh, uh, developer bent, dan, uh, ga je, dan staat Ubisoft wel leuk op je CV. En vervolgens heb je daar dus een heleboel mensen zitten die niet in staat zijn om efficiënt te werken. Nee. Nou, dat is een probleem voor Ubisoft. En ik realiseer me dat ik heel erg generaliseer. Maar dit is een probleem dat is groter dan Ubisoft. Dat heeft te maken met een bepaald. Uh, met de generatie nieuwe werknemers. in mm -hmm. de tech sector. Nou goed, dat is één ding. Uh, dan zie je dus vervolgens. een gebrek aan visie bij de leiding. Dus uh, dat verhaal dat die zoon van Yves Kimo. die heeft die. die rune hoe heet die Scape? Nog wat Scape? Die, die, die battle, je, je liet het niet zien. Ja, dat Hyperscape. Zien. Hyperscape, ja. in een van die artikeltjes stond het. Uh, dat was dan door de zoon van Gimo volgens mij, uh, ontwikkeld. Nou, een ontzettende flop. Ja. We hebben dat gezeik gehad met die NFT-games die ze wilden doen. Ontzettende flop. Dan hebben we die live service ellende gehad bij, um, uh, hoe heet het? Die, die ene Ghost Recon, die laatste Ghost Recon ja. die uitkwam. Ook absoluut helemaal de grond in getrapt. Niemand vond het leuk, het was alleen maar kut. En dan heb je gewoon zoiets van, hoe kan het toch dat Ubisoft, zo'n grote uh, organisatie, uh, keer op keer de verkeerde development beslissingen neemt. Ja. Weet je, en het zijn geen goedkope beslissingen. Ook als je het verhaal hoort, dat zij gewoon 13 uh, Battle Royale games in ontwikkeling ja. hebben. En het is allemaal van een niet zeggend niveau, dat ik denk van ja, het is kansloos. Het is echt kansloos. Dat is met die Hyperscape ook. Het is mm -hmm. kansloze shit. Ja, en dat... Um, nou, ja, kijk, ik, ik snap wat je bedoelt. Ik wil nog niet helemaal meegaan dat dat het personeel meer bezig is met van, ik heb niet zoveel zin om heel hard te werken. Ik, ik denk dan altijd van als het personeel niet hard wil werken, dan heb je als management iets niet goed gedaan, want je moet een cultuur creëren waar mensen zoiets hebben van, wauw, ik word hier gewaardeerd, um, het werk is leuk, ik maak iets tofs en dan, dan wil ik het ook maken. Helemaal eens, die cultuur is natuurlijk en gesloopt. Ik, inderdaad, besloopt, ja. ik denk op een gegeven moment dat de mensen die het voor het zeggen hadden, waren eerst de developers. Op een gegeven moment zijn het alleen maar de marketeers geworden en daar zit nu gewoon 11.000 man personeel die zoiets heeft van, ik zit hier shit te maken die niemand wil maken, maar het moet dan maar van, van hem en hem. Ik vind het niet leuk om te doen. En uh, vervolgens worden we gedwongen om thuis te werken. Vanwege COVID. Toen mochten mensen niet kan kantoor. Nou, lekker dan. Dan let mijn baas tenminste niet op. En dan ga ik minder doen. Ik geloof dat ook wel. De werksfeer is gewoon kapot. En dat zie je hier ook. Um, als Guillermo een geliefde baas was geweest. die altijd vooraan had gestaan op de barricades. dan had iedereen gezegd: Yves, we gaan ervoor. We gaan, het, we gaan je helpen. Is niet zo ze nee. zeggen allemaal van eef fucking hell, wat nu weer dit weet je wel en we gaan staken en ja. ja weet je hoe ga je dit lijmen ja dan ga je excuses aanbieden en nou dan zeggen ze misschien mag je dan toch weer vier dagen werken of het salaris gaat om het zijn allemaal van die maatregelen die uiteindelijk niks doen de het enige wat werkt is dat daar mensen werken in een sfeer dat ze zeggen ik heb gewoon een leiding die weet exact wat ik wil en ik kan gewoon mijn ei kwijt en we gaan mooie dingen maken okay. Bam. Oh, absoluut. We zijn het erover ja. eens waar het heen moet. Ja. Maar ik denk dat je daar, gezien de omstandigheden, gaan ze daar niet komen. Nee, het is nu crash course. Nee, ja, wat er moet gaan gebeuren. En dat, dat staat ook in die artikelen, uh, eigenlijk in zoveel woorden. De werknemers zien erbij ook wel hangen. Het is al die, uh, uh, die CFO die zegt: van luister, we moeten een hogere output hebben met minder kosten. Ja. Uh, kijk, die hogere output, dat zijn ze. We hebben gewoon een succesvolle game nodig. Weet ja. je, ze hebben Assassin's Creed. Uh, um, Um, weet je, ze hebben Rainbow Six die het nog goed doet. Ja. Misschien hebben Een nieuw ze Avatar Game, die er misschien aankomt. Uh, ja, kan ik weet, zijn. ik ja, weet, ja, ik heb eerlijk gezegd, ja. extreem sceptisch over wat ja, ja. gaat worden, maar goed. Weet je, um, het zou niet al te veel werk moeten kosten om in ieder geval drie succesvolle games per jaar uit te brengen, ja. voor Ubisoft. maar dat betekent wel dat ze van die. 15.000 werknemers af moeten zeker, dan moeten er gewoon ze Zij moeten met een paar duizend man in staat ja. kunnen zijn om die drie games uh, elk jaar uit te brengen. Ja, ik, ik, ik heb onlangs uh, ben ik met, met, met twee verschillende uitgevers heb ik zitten praten, en allebei vroegen zich af hoe in hemelsnaam. 11.000 man, hoe je dat overeind houdt, hè? nou ja, dat, dat allebei van grote uitgeven met grote titels, maar wel met nog niet eens de helft van het personeel. Ja, nee, dat klopt. En dat is het, dat is het natuurlijk aan de ene kant de deal die Ubisoft heeft gesloten met die um, uh, met, met die Canadese overheid met die die ja. die, die Quebec-regering. Uh, Ze krijgen gewoon eigenlijk de, de, de kosten van hun personeel vergoed. Ja, het probleem is een beetje. Iedereen doet dat daar. Dus zij moeten nu echt op salaris gaan concurreren om kwaliteit in huis te houden. En dat is lastig. Want Canada is een fucking duur land, mm -hmm. zeker die grote steden, zijn bijna onbetaalbaar om in te wonen. En dat, um, uh, ja, dat gaat gewoon dat gaat geld kosten, hoe, hoe je het ook went of keert. En dat is denk ik wat um, uh, waar, 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 waar Yves Kibal heel erg tegenaan loopt. Kijk, zijn tijd is voorbij. Dat bedrijf had al lang geherstructureerd moeten worden. Ja. En dat. Um, ja, ja, hier nu... zie je gewoon even die tweet van. Uh, dus het zou dan. aanstaande vrijdag zouden ze gaan staken. Uh, en wat willen ze? Uh, uh, hogere salaris, uh, een vierdaagse werkweek, meer transparantie en een, een einde aan de abusive management practice. Nou, ik bedoel, nogmaals, mensen moeten alles eisen wat ze willen. Maar dit staat natuurlijk. Linea recta tegenover de CFO die zegt uh, harder werken. Uh, wat was zijn nou over? En cost reduction. Ik bedoel, cost reduction en increased salaries, dat gaat niet samen. Uh, harder werken en een vierdaagse werkwerk gaat niet samen. More transparency. Ik snap wat je bedoelt, maar dat betekent meer overlegcultuur tijd waarin je niet gaat werken. Um, ja. Het management, blijkbaar hebben ze de, en da, daar lees ik alleen maar in, ze hebben nog steeds geen vertrouwen in de mensen die er gaat zitten. Dus, maar ja, dat, kijk, dat vind ik zo. En niet. die mensen moeten dus nu, nu dus al keihard gaan werken aan de games. Nou ja, weet je dat ik dat het rare vind dat je uh, laat ik zo zeggen, een Amerikaans bedrijf in deze um, uh, situatie ja. zou het doen wat een voetbalorganisatie doet in deze ja. weet je, de trainer eruit en, <laughs> en een soort echt een, een, een hoe noem je dat, een, 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 een topscorer erin en ja. een en, een, en, een, en een top trainer, toptrainer, weet je, voor ieder zo, nu gaat het veranderen, weet je? je hebt hier gewoon een nieuwe CEO nodig en een paar uh, hele ervaren um, uh, managers. Die dit bedrijf weer op orde krijgen. En dat moeten toppers zijn. Dat moet, die mensen moeten zo'n uitstraling hebben. dat het hele personeel zoiets heeft van. En nu gaat het goed komen. Ja, nu komt er visie. nu gaan we eigenlijk uh, echt aan de slag. En dat uh, vaak zijn dat. Uh, um, hoe noem je dat? Een, een beetje. Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, uh, posities voor de bühne. weet je, mm -hmm. er worden er wordt personeel aangetrokken zo van het staatgoed. Het is alleen maar voor het, uh, uh, moraal. Maar dat wil niet zeggen dat je daarmee wel wat tijd en ruimte creëert om vervolgens die veranderingen door te voeren. Ja. Dus het kan wel, en dat is hoe Amerikaanse bedrijven dit doen. Het probleem is, dit is een Frans bedrijf. Ze mogen niemand ontslaan. Weet je, nee. uh, als je iemand wil ontslaan in dat Frankrijk, is dat is nog lastig. moeilijker en nog ja. duurder dan in Nederland. Kijk, de vakbond op je kop. Nou, het is bijna niet te doen. Nee. Dus ik weet niet hoeveel mensen er in Parijs werken versus van die 11.000 duizend man, maar ik weet zeker dat er paar duizend. Ja, denk je dat er een paar duizend in Parijs. Ja, dat dat kantoor was echt heel groot. Ik denk dat daar rustig duizend man werkt als het niet meer. Misschien duizend man, maar maar dat betekent wel het leeuwdeel werkt gewoon in Canada. En ik denk dat je daar daar kunnen ze iedereen uitbonjoureren als ze willen. Nou, ik weet niet of dat in Canada is niet Amerika. Nee, dat snap ik. Maar ik heb geen, ik heb geen idee. Misschien kan iemand ons dat kunnen vertellen hoe dat het probleem is nog steeds dat ik van eigenlijk zitten ze in een situatie inderdaad waarbij je zegt... daar moet een, een crisismanager komen. Iemand die bewezen is van... die dan niet op de lange termijn zit... maar wel bewezen is van die gast... A ah, hij heeft geen stress. Hij weet wat hij doet. Hij heeft dit al vaker gedaan. Of zij uh, heeft het al vaker gedaan, weet je wel. Hij is in staat om te zeggen... oké, okay, dit is rot, dit is goed. Hier gaan we op focussen. We gaan het zo doen. Je zet een structuur neer... en vervolgens kunnen de creatievelingen weer gaan instromen. Ja. Yves Guillermo blijft zitten en je ziet hem, hij is aan het stuntelen. Ik, bedoel, je me, ik merk in alles gewoon van, hij is pissed of hij krijgt het niet aan de gang. En, en misschien heeft hij heeft iets hij van, ja, maar ik zit hij met fucking mensen die niet, niet willen hij zit, werken? Hij zit met een machine die niet meer werkt. En, nee. dat, dat is wat er en dan gebeurt. moet hij steeds weer terugkomen op zijn woorden. En, maar ik vind ja. het zo fascinerend dat, dat, dat je dat. Je, ik bedoel, wij we roepen dit al, al sinds ja, dat die ja, ellende ja. daar uitgebroken is. We hebben ja. het hier over in de piepshow. En. Je, iedereen kan dit van een kilometer zien aankomen dit gaat gebeuren. Ja, maar het is en zijn het gebeurt, bedrijf hè? De, 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 Maar wat er zo meteen gaat gebeuren, de, de, serieus, ik kan je op een briefje geven dat die toko, die wordt, uh, die wordt overgenomen. Ja. Ik bedoel, dit gaat heus niet failliet, Ik zal even maar kijken, onder druk wordt alles vloeibaar. Wat de stok is inmiddels, want ik weet niet, misschien is hij wel weer ja, omhoog. Gaan. Nee, die is onder de 20 dollar gezakt. Serieus? Uh, of 20 euro gezakt. Dat heb ik nog gezien laatst. Misschien dat hij nu op 1938 staat. Jesus die. Christ. Ja, dus dat is, uh, dat is pijnlijk. Ja. Dan zie je gewoon van, ja, daar, daar kan nog meer vanaf afgelopen, maar doe ze even afgelopen uh, vijf dagen. Dan zie je ongeveer sinds de vorige, ja, dan zie je van 4% er nog af, 80% ja. eraf. Maar goed, het, uh, bij de vorige Piepshow was hij net, uh, net, net aan boven 20. de 20. Ja, ja, ja. Net boven 20, boven de 20. En nu gaat hij richting de 19. En dan zie je zelfs dat hij al iets gecorrigeerd was, want hij was nog iets lager. Ja. Maar goed, dit soort, dit soort uh, aandelen die. Die grind lager, zoals dat heet. Mm -hmm. weet je? Dus dat gaat langzaam en langzaam en langzaam. Nou ja, duidelijk is. Uh, ze hebben nu een beetje gezegd: van oké, okay, Assassin's eh, Creed Mirage, uh, Avatar, um, een mobile game. Dat, dat worden dan de grote games. En je ziet gewoon dat de aandeelhouders. Um, daar dus geen vertrouwen in hebben. Anders was die prijs alweer omhoog gegaan. En ja, dan, dan ben je een beetje in een sitting duck. Nee, ja, maar je, kijk, het gaat, die, die, uh, uh, het gaat om de beurswaarde van het bedrijf. Dus wat, is hun, wat hebben ze gezegd, wat ze gaan doen? Nou, ze hebben vorige week, hebben we dat besproken, hebben ja. ze hun, uh, uh, hun, hun winstverwachting hebben ze zwaar naar beneden bijgesteld. Mm -hmm. Ja, dat ja. is over en uit, is klaar. Ja. En dat, um, um, ja, weet je, ik denk eerlijk gezegd... dat dit aandeel gaat eerder richting de 15 euro... Als ze niet heel snel met toonaangevende franchises op de proppen komen. Ja. Waar uh, 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 investeerders vertrouwen in hebben. En misschien, om heel eerlijk te zijn, is het ook maar beter dat, dat, dat Ubisoft even de drobbak in gaat. Dat aandelen naar die 15 euro gaat, tencent gewoon de hele bol opkoopt. Ja. Uh, waarvan ik eigenlijk zeker weet dat ze dat aan het doen zijn. Ja. Ik weet zeker dat die aandelen aan het kopen zijn. En dan, um, ja, op een gegeven moment wordt het stokje overgegeven. En dan, wat je dan gaat zien, is: dan komt die grote schoonmaak alsnog. Uh, weet je, dan wordt er gewoon uh, 100 miljoen uitgetrokken om dat bedrijf te saneren. Ja. Iedereen die uh, 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 geen plek heeft, die wordt ontslagen. Uh, ik denk eigenlijk al, want dat vind ik zo interessant, je hoeft heel veel van die van die studiotjes over, weet je, in ja, Singapore, ja, ja, ja. in Shanghai, in Zuid-Afrika, India, weet ik wel. In, in Zuid-Amerika hebben ze ook een paar van die studio's. Ik denk dat die shit allemaal, die moet allemaal dicht, weet je. Ja. Ik wil, als je die mensen op één lijn wil hebben, die studio's op één lijn wil hebben, wat heb je aan een studio met 300 man in Shanghai? Wat maar, heb je daar aan? Maar als jij dit... Weet, Weet wat de oplossing is. Dan ga ik ervan uit dat die werknemers dat ook wel snappen. Wat er eigenlijk moet gebeuren om de boel reddend te krijgen, dat weten ze. Dat is vreselijk demotiverend. En het probleem ook nog eens een keer is dat ze een game vaak niet op één plek maken. Want dan nee, ze maken zo'n game op. 15 verschillende plekken. Dus ja. ook die kleine studiootjes, daar zitten nu mensen die denken van, nou ja, goed, als straks die grote schoonmaak komt, dan ben ik de lul. Dus ja, waarom zou ik nu in hemelsnaam nog mijn best doen om het leveltje goed te maken? Weet maar, je? maar wij zijn in de, in de afgelopen 20 jaar in genoeg studio's geweest mm -hmm. om te weten hoe belangrijk het werk op een fysieke plek is. Weet ja. je, ik bedoel, we hebben wel eens met Guerrilla. Guerrilla heeft een krankzinnig kantoor. In het ja. centrum van Amsterdam. Kosten nog moeite worden gespaard. De hele. Van binnen gedesigned alles. Waarom doe je dat? Omdat je wil dat je personeel trots is. Weet je? Ja. Dat ze daar naar binnen lopen. En zo: fuck, hier werk ik. Weet je. Aan deze historische. Uh, uh, Gouden Eeuwgracht uh, uh, ben, ik, ben ik dingen aan het doen die net zo belangrijk zijn als de historie ja. van het pand. Beetje dat idee. Restaurantje nou, erin, et cetera, et cetera. Natuurlijk, nou ja, da, da, dat is vanzelfsprekend. Maar, ja. maar ook dat je um, uh, um, weet je, op het moment dat iemand een vet level heeft ontworpen of een, vet, een vette audiotrack heeft gemaakt, of gewoon iets moois heeft gemaakt, dat er gewoon mensen langs lopen ze van, wow, wat vet! Weet je, en, en dat dat enthousiasme wat eruit staat, doordat je elkaar aansteekt, doordat, doordat je samen de lat hoger legt. Dat is zo belangrijk. Dat gebeurt gewoon heel weinig in thuiswerksituaties. Het is heel erg moeilijk ja, om met elkaar um, uh, uh, ja, eigenlijk te. te um, te genieten van het werk wat je doet, weet je? Ik bedoel, dan ga je dus ook je allemaal van die shit als rockstar, ga je video's uploaden en die worden dan weer uit hun verband getrokken en gehackt en gedownload en weet ik wat. Het is allemaal ellende. Ja. Maar ik bedoel net als hier, weet je? Joey, die komt binnen en uh, jullie hebben een epische trip naar Parijs gehad. En uh, uh, weet je, hij heeft zoiets, wow, we waren heel dronken, we waren aan feesten, hier zijn de beelden, weet je. Dus iedereen loopt naar Joey's uh, yeah. plek, gaat kijken naar uh, uh, wat hij voor footage heeft daar weer. Dat idee dat je met je allen iets, iets, alle iets aan het doen bent, is gewoon ontzettend heel belangrijk. Ja, ja. En ik wil, ik zie gewoon niet, je, zie, je, je, je liet net een, een quote zien van iemand die zei: van, ja, ik weet niet wat er met die projecten is gebeurd. Exact dat dus. Ja. Die, die projecten staan helemaal niet op het netvlies van die werknemers. Weet je, ik wil, als jij met z'n allen in een pand zit. En zelfs al werken er 5000 man in zo'n pand, ja. dan nog steeds bust het en zoomt het en is iedereen bezig met uh, shit maken. Er is ook, er is ook niks demotiverend dan ergens een jaar aan werken, terwijl je niet weet wat ermee gaat gebeuren. En dat dan inderdaad van, vanwege een of andere spreadsheet te tekkenen. Dat het dan weer eruit wordt gaat, heb je ook zoiets van, waarom zou ik dan mijn best te doen? Weet je? Dus die, die, die zweer is daar, het, het bedrijf is ziek. En iets anders kunnen we er niet van maken. En uh, als mensen gaan staken, ik, ik, ja goed, in Amerika en in Japan is natuurlijk niet zoveel stakingen qua met unions. Dat ligt daar, je ligt daar vrij snel uit, dus je kijkt wel uit. Maar in Frankrijk gaat dat wat makkelijker, je bent goed beschermd. Ik heb dat wel weinig meegemaakt door dat, dat bedrijven gaan staken. Dat is, dat is gewoon een poel. Hoe heet dat... dat bedrijf ook weer die League of Legends maakt? Riot. Riot, Riot had op een gegeven moment een regel ja. dat uh, ze betaalde iedereen die ontslag nam 20.000 dollar. Okay. En waarom deden ze dat? Ja. Omdat je dus mensen die eigenlijk liever niet willen nee, werken, ja, nee, oh, 20.000 dollar hier, ja. ga maar weg. Omdat en ze hadden gewoon bedacht: ja, de schade van een ongemotiveerde werknemer is, is, malen, is vele malen, ja. malen groter dan die 20.000 dollar. Ja. Dus dat, dat vond ik, ik vond het fucking briljant, weet je. Ja. Ik heb echt zoiets van: ja, dat is de uh, uh, weg naar een, naar een uh, cultuur waarbij iedereen trots is. Ik doe het dus niet de enige weg, nee. maar het staat op zo'n schril... Uh, het is met zo'n schil met wat YouTube ja. nu aan het doen is. Nee, het is, het is problematisch. En uh, we blijven het natuurlijk volgen. Um, ik ben benieuwd wat die staking uh, teweeg brengt. Want, nogmaals, het wil niet zeggen dat bijvoorbeeld iedereen gaat staken. Het kan ook dat er maar een mannetje of dertig buiten staat. Nou, dan is het niet echt een succes. Of iedereen staat buiten. Etc. Wat gaat Guillermo dan weer beloven bij die? Nou, dan hoort het in Canada ook dat ze dat beloofd krijgen. Die hebben meer salaris, Dan wil ik ook meer salaris. Het is een nachtmerrie. En. Als Ubisoft één ding nodig heeft, het is dat ze gaan nadenken over games. Niet over marktsecundaire uh, arbeidsvoorwaarden en dat soort shit. Ze moeten games gaan maken en dit leidt alleen maar af en het gaat vreselijk afleiden. Nou, nog één dingetje het ja. laatste wat ik over wil zeggen. Ik vind dat. Um, kijk hoe terecht de klachten over seksueel uh, gedrag. Of weet, weet ik van wat er allemaal gebeurd is met mm -hmm. Ubisoft. Weet je, ik bedoel. Nog altijd weten we niet exact wat er aan de hand is, maar we hebben een aantal. Voorbeelden gekregen. Maar er zit ook een andere kant, kant aan, en mm -hmm. dat is dat er een slachtoffercultuur heerst bij, ja, bij zo'n bedrijf op een gegeven moment. Uh, weet je, de mensen die geen slachtoffer willen zijn van een giftige cultuur, die gaan namelijk gewoon weg. De mensen die er blijven zitten, zijn de mensen die zich ook echt een slachtoffer wanen uh, van die situatie en dus niet weg kunnen, want een slachtoffer is machteloos. Je krijgt dus door die vergiftigde cultuur bij zo'n bedrijf mm -hmm. de slachtoffers blijven en je krijgt een slachtoffercultuur en daardoor krijg je op een gegeven moment een, een het is een soort vergif wat door je organisatie heen gaat. Ja. En dat is iets wat um, uh, waarvan we ook al toen al gezegd toen het begon hoe moeilijk en, en politiek incorrect het ook is om dat te zeggen, maar die die slachtoffers zijn het probleem. Het is die slachtoffercultuur die het probleem is. Het is vergif in je organisatie. En hoe dat vergif doorwerkt, dat kunnen we nu anderhalf jaar of twee jaar na dat de ellende dat de bom is gebarsten en de ellende mm -hmm. is uitgebroken, kun je zien wat het effect daarvan is. Het is namelijk echt gewoon puur vergif. En dat, uh, het, het vernietigt je organisatie, het vernietigt de moraal. Um, het is het is bijna niet mogelijk om daarvan te herstellen zonder je hele bedrijf van de grond ervan opnieuw op te bouwen. En ik, ik denk wat dat betreft, ik vind dat de hele Ubisoft voorbeeld vind ik er eentje voor het boekje, weet je. Het is, um, het is zo, een, uh, en het probleem is groter dan bij Netflix of bij Disney, mm -hmm. omdat het personeel zo gespecialiseerd is. En als dat personeel eruit moet, je gaat niet zomaar nieuwe developers vinden. Nee, je nou. gaat ze niet vinden. Ze zijn er niet. Terwijl, ja een Nieuw productiebedrijfje voor je Netflix-serie, dat vind je wel. Nee, nee, vind... nee, nee, ik snap ook wel. Ik weet wel dat het verloop hoog is, dus ik denk inderdaad dat, uh, dat mensen die zoiets hebben: van oké, okay, weet je wat, dit, dit gaat niet goed komen. Um, weet je wat, ik ga gewoon ergens anders werken. Dan heb ik ook welke gezeik het dan ook is, heb ik niet meer. design weg, maar inderdaad, kijk, je kunt wel developers vinden, denk ik, als je goed salaris biedt. Uh, ik denk dat heel veel mensen wel in Parijs willen uh, weten. En ik ben daar geweest op dat in Parijs, en uh, dan heb je gewoon nog aparte woningen waar ze mm. kunnen... Dat zit allemaal wel goed in elkaar. Maar ik bedoel, en je hebt developers nodig die ook nog eens een keer de engine kennen, die de cultuur kennen van de games kennen, al dat soort dingen. Voordat je dat allemaal on par hebt, ben je zo'n jaar verder. En die ja. tijd hebben ze dus niet, want... Er moeten games komen. En die games die komen maar niet, waardoor er geen geld binnenkomt. This, 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 this. Ja, het is een, een nachtmerrie. Kijk, kijk, dat is wat er aan de hand is. En nu zie je dus dat die aandelenkoersen naar beneden gaan. Dat betekent ook dat uh, um, als Ubisoft nieuw kapitaal wil aantrekken. Uh, en dat gebeurt vaak met aandelenuitgiften. Ja. Dat zijn de twee opties. Je kunt natuurlijk gewoon geld lenen van de bank. Nou, dat is nu uh, vergeet het. Weet je, in de huidige economische situatie, vergeet dat. Gaat niet ja. gebeuren. Als zij kapitaal willen aantrekken, ja, dan zullen ze aandelen moeten verkopen of opnieuw uitgeven. Nou heeft, uh, we hebben dat al gezien, uh, de familie, de broers Guimauve hebben flink wat aandelen. Hebben ze de laatst al een hele zooi van verkocht aan Tencent. Ja. En dat, um, um, ja, de vraag is hoeveel van dat geld er dan in Ubisoft gaat. Ik denk dat dat wel meevalt. En dat... Um, uh, ja, dat creëert een rare situatie dat ze meer aandelen zullen moeten uitgeven mm -hmm. om funding binnen te halen. Ja. Die aandelenkoersen zijn er al achter, dus ze moeten nog meer aandelen uitgeven. Dus dat betekent dat die aandelen uh, nog verder verwateren, dat die koers nog verder naar beneden gaat. Nou, wie wil aandelen kopen van een bedrijf waarvan de koers naar beneden gaat? <laughs> Niemand. Dus het nee. is gewoon echt een shit show. Ja, nee, absoluut. Um, gaan we eigenlijk meteen door naar een andere shit show? Um, en dat is uh, de afgelopen weekend uh, was het opeens raak met ontslagen bij techbedrijven. Dat, dat is al een tijdje aan de gang. Ja. Maar dit keer waren het ook in ieder geval één game gerelateerd bedrijf. Want Microsoft uh, uh, gooide er ook eventjes gewoon in één weekend 10.000 man uit. Waaronder, en uh, ja, dit heb ik niet zeg maar, uh, uh, even kijken hoor, 100% uh, 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 ja, hard geweest, maar er zijn, uh, uh, bij 343, dat is de studio achter Halo. Nou, Halo, je weet het, de, de campaign was leuk, maar de rest was het gewoon niet echt een succes. Uh, er gaan mensen uit, een aantal topmensen zijn er weggegaan. Dat bedrijf, is, die studio is ook een beetje ziek. Dat er een derde van de mensen uit is geknikkerd, dat is volgens een insider. Mm -hmm. uh, Nogmaals, dat weet ik niet of dat 100% waar is, maar Microsoft heeft wel bevestigd dat de mensen bij 343 3v3-studio's uit zijn gegooid en ook bij Bethesda zijn er uh, bij het Starfield-team zijn er in ieder geval ook mensen uit geknikkerd. Nou. Um, dat zou natuurlijk ook kunnen omdat de game bijna klaar is. Ja, nou ja, goed. Het, het schijnt dat die dan weer nu toch uitgesteld wordt naar nou, juni. Heeft dat dan hier weer mee te maken? Nou, er zijn er weer mensen die zeggen: Nee, ik heb die game al gespeeld. Die game is feitelijk content ready. Dat betekent dat die gespeeld kan worden. Het is niet tweaken, et cetera, et cetera. Um, nou ja, je hebt het al een paar keer uitgelegd. Uh, uh, ze hebben natuurlijk de afgelopen jaar ontzettend veel personeel erbij genomen. Vanwege uh, corona. De, de games konden niet, aange, uh, kon niet aangesleept worden. Uh, software, um, whatever. Uh, en dat moet nu allemaal weer weg. Nou, het, is, het is hoe de markt beweegt. Dus op het moment dat je toegang hebt tot gratis geld, dan ga je uitbreiden, dan ga je studio's kopen, dan ga je weet ik, investeren. Daar heb je personeel nodig. Um, er is een heel mooi voorbeeld van, van Amazon. Mm -hmm. uh, in die coronatijd zag je dat iedereen. Uh, alle winkels waren dicht. Dus iedereen ging uh, bij Amazon ja. kopen. Toen heeft Amazon uh, 200.000 mensen aangenomen om in die distributiecentra te zorgen dat het allemaal vlot verliep. Die moeten er nu allemaal weer uit. Die moeten er nu allemaal weer uit. Dus ja. je ziet dat de markt zich eigenlijk herstelt na een periode waarin er gewoon te veel is geconsumeerd. En nee. um, ja, dat zie je ook bij die techbedrijven, weet je, de advertentieinkomsten gaan terug. Ja. Um, ja, al, elk bedrijf wat niet lean min is, moet weer lean mean worden. Ja. Dus dat gaat zo. En ik vind het nog weinig hoor. Ik bedoel, als je kijkt, uh, um, uh, kijk, het zijn natuurlijk 11.000 man. Dat is natuurlijk krankzinnig. Ja. Maar uh, ik weet niet of je erg snel kunt opzoeken hoeveel medewerkers Microsoft <laughs> heeft, maar dat zijn, er, dat zijn er volgens mij ook 150.000. Ik heb geen idee, maar ja, nee, heel veel. Het zit in die richting uh, Google in Idem Dito uh, ook uh, geloof ik 10 of 11. 11.000 eruit. Um, zijn wel twee dingen. En dat vind ik dan wel vind ik interessant. En ik vind het ook een beetje pijnlijk. Hè. Dan heb je dus die Europese cultuur. Waarin je in Europa uh, mensen niet makkelijk kan ontslaan. Ik ben één keer in mijn leven. Ik heb één keer een vaste baan gehad voor Blammo. Dat was heel lang geleden. Toen ben ik ontslagen. Um, dat heb ik toen samen met de baas gedaan. Omdat die zei van. Sorry maar uh, het gaat gewoon niet goed met het bedrijf. En jij bent... Uh, last in, first out. Dus helaas moet ik jou dan ontslaan. Maar we kunnen dit samen afspreken. Nou, daar krijg ik een aantal maanden mee. Uh, want, zegt hij, van, dan staat het ook niet bij jou op jouw cv. Want als je bijvoorbeeld zelf wegloopt... dat is niet slim als, als werknemer. Want dat staat heel erg slecht. Hm. Word je ontslagen, is het wat anders. Uh, dan, dan als arbeider... Als, dan ben je een werknemer. Hè? Ja, arbeider is een werknemer volgens mij. Uh, dan heb je best wel rechten. In Amerika... Is het diametraal de andere kant op? Word je gewoon op straat geknikkerd? Je weet ja, allemaal... Het hangt een beetje ja? van je contract af. Oké, okay, maar hier heb je contract. Hier weg. is dus inderdaad voorbeelden van mensen bij Google die dus inderdaad moesten ervaren dat ze ontslagen waren. doordat ze het pand niet meer binnenkwamen. Ja, uh, ik vind dat een interessant voorbeeld, want je, ja. zie, je merkt gewoon dat. Kijk, alles wordt geautomatiseerd. Ja. Dus ook uh, HR-management, uh, uh, je personeelsmanagement, wordt ook geautomatiseerd. En dat is gewoon iemand die kijkt naar een spreadsheet en zegt: van oké, okay, ja, we raad, moeten moet ja, je 10% raad. eruit laten. Ja. Gewoon even kijken: select all. Wie is er als laatste binnengekomen? Oké. Okay, uh, 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 hop, al jullie badges op rood en het is klaar, weet je. En de rest zoek je maar uit. Ja. Met, uh, nou, en nu gaven ze ook aan dat het uh, vooral de mensen waren... die er inderdaad uh, gehuurd werden. Dus dat dus ze op het laatst bijkomen. Dus het, al die, die mensen die tijdens de, uh, de pandemie erbij zijn gehaald... Die, dat die nu eruit ja. werden gegooid. Ja. Nou, nu zijn er ook al meerdere mensen die bij Google zeggen... ja, dude, dat is niet waar, want ik werk hier 15 jaar. Ik ben ervaren, ik ben er ook uitgeknikken. Dus er is gewoon hoop aan de hand. En ik denk niet eens dat het zoveel... Onwil is, het is gewoon... Kijk, we hebben het hier wel over tien... Het is een massa-ontslag. Dat is heel moeilijk. Je kunt bijna niet al die tienduizend mensen gaan bellen... en eventjes gewoon een babbeltje doen en een afscheid nemen. Het is gewoon bam en we gaan door. Zo ja. kut is het nou eenmaal als je voor een heel groot bedrijf werkt. Het is gewoon... Ja. Het, het, het is... Um, nee, wat, wat ik, wat ja. ik het zo treurig aan vind... Of treurig, kijk, ik heb er een dubbel gevoel over. Want ja. uh, kijk, deze hele uh, crisis die er is uitgebroken... Um, heeft natuurlijk alles te maken met het krankzinnige coronabeleid. Zeker in Amerika, waarbij. Uh, uh, mensen gewoon uit het niets geld kregen. Gewoon mm. op 2000 dollar hier, 3000 dollar daar, Dat werd gewoon uitgedeeld. En dat heeft geleid tot, uh, uh, tot behoorlijke inflatie. Mm. Uh, wat ertoe heeft geleid dat de uh, vet in een stuip is geschoten en ze daar gewoon uh, uh, de rentes uh, verhoogd hebben in een tempo, wat nog nooit eerder is voorgekomen. En dat heeft leidt weer tot een gigantische. Um, uh, ja crash van de markt eigenlijk dus dat is wat er aan hand is ja. nou wie heeft dat gedaan dat is de Biden-administratie dat zijn de democraten geweest die dat gedaan hebben nou veel succes ermee uh, dat zijn over het algemeen uh, uh, hoe noem je dat uh, mensen die in de grote steden wonen de oostkust de westkust met name de New Yorkers en de mensen in San Francisco uh, dat zijn de techwerkers dat zijn de democraten het is hun eigen regering geweest die deze heeft aangericht. En um, kijk, ik wil niet zeggen dat. Als uh, je ja, bij Trump werd er ook al geld uh, weggegeven, natuurlijk. het nou ja, begin van de ba, corona was daar al. De, de, daar ja, begon het mee. Ja, maar het is, de, het is Biden. Maar goed, ik, 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 zal, ja. ik zal niet ontkennen dat, dat de Republikeinen niet in staat zijn om hetzelfde te doen. Hoor. Die ja. het ook, toevallig is het zo uitgepakt. Maar goed, neem niet weg uh, dat dit uh, deze hele crisis is, ja, het is een kunstmatige gecreëerd. bubbel. Ja, ja nee. het is een kunstmatige bubbel en die, 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 die wordt nu op kunstmatige manier ja. extra snel leeggelaten laten ze die lopen. Nou, veel succes, want die gasten in New York, die betalen... Uh, ik, ik zag laatst een staat van iemand die verdiende 150.000 ja, nee, dollar nee, per jaar. Ja, dat zijn gigantische bedragen, ja. En die, die kwam uh, daar nauwelijks van rond in New York, nee. weet je. Dat ik echt zoiets heb van... Ja, maar het is niet alsof je eventjes bij de supermarkt kan gaan werken en 150.000 oh, dollar vindt. Uh, weet, weet je, dus je gaat dat niet zomaar... Um, uh, je gaat dat niet zomaar opvangen. Nee, Heel erg lastig. Nee, het, het... Er gaat, er gaat ook nog wel meer komen uh, de komende tijd. Ik bedoel, die bedrijven moeten gewoon weer inderdaad lean en mean. Die moeten gewoon weer uh, zich aanpassen aan wat zo'n bedrijf daadwerkelijk waard is en wat er allemaal nodig is. En uh, Ubisoft heeft dat probleem ook. Ik bedoel, 11.000 man. Uh, en dit jaar hebben we twee, drie games van hun gehad. Dat slaat helemaal nergens op natuurlijk. Als je weet dat er ook in die studio's zijn van, hè, het is niet helemaal een een op één vergelijking, maar met 50 man die er wel een game uit kunnen knallen. Ja. En... Ja, ga dat maar eens recht breien als je mensen ook niet makkelijk weg kunt krijgen. Als je het ook nog eens een keer moeilijk vindt om mensen ja, weg te krijgen. Ik, ik bedoel, het is, laat, laat wil ik weten. Al die mensen die op straat gaan, misschien zit er wel wat personeel bij voor Ubisoft. Ja, maar nee. goed, die zit in een andere fase. Nou, maar kijk, dit soort. Dat, dat is het, het rare aan die. Ze noemen dit eigenlijk in uh, dit, dit heet Creative Destruction. Mm -hmm. Dus bedrijven die niet goed functioneren, die moeten omvallen. Want dan maken ze ook weer ruimte in de markt voor nieuwe bedrijven. Dus ja. uh, in, dit, in het geval van Google en Microsoft en al die grote bedrijven, die gooien er tienduizenden mensen uit. Die mensen gaan allemaal uh, of op zoek naar ander werk. Uh, er vindt concurrentie plaats op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. De beste komen bovendrijven. Uh, sommige, de meest uh, uh, ondernemende gaan bedrijfjes beginnen. Daar komen weer nieuwe bedrijven uit voort. En zo zul je zien dat uiteindelijk dit soort. Uh, um, uh, dit soort ontslagen of dit soort, dit soort uh, correcties ertoe leiden. Net als een bosbrand. Weet je, waarbij dat is natuurlijk heel dramatisch dat je eerst een grote brand hebt. Maar dan is de ondergrond is weer heel vruchtbaar voor nieuwe, uh, voor nieuwe aanwas. En dat ga je hier dan op een gegeven moment ook krijgen. Ja. Dat, uh, uh, en het is pijnlijk, maar ik, ik, ja, ik hoop dan uiteindelijk dat het aan het eind van de rit niet al te lang duurt en het resultaat positief is. Nee, goed En wat ik zeg van, als je gewoon kwaliteit hebt en je, je, je hebt gewoon een goede cv en je bent een goede werknemer, dan kom je ook wel echt wel weer aan de bak. Maar het is gewoon vervelend. Het is de manier waarop het verve uh, gaat vervelend is. Uh, ja, het, 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 alles wordt een beetje hershuffeld allemaal weer. En het laatste onderdeeltje van de piepshow heeft er eigenlijk ook weer een beetje mee te maken. Want waar heeft Ubisoft nou vreselijk op ingezet? Uh, en, en menig andere developer is daarmee, publisher is daarmee bezig. Dat is die uh, um, service games, weet je wel. Alles moet battle royale zijn, alles moet service games zijn, alles moet Oneindig door kunnen gaan zodat je de sections en battle pass en dat soort dingen kunt inzetten. En wat blijkt nou dat heel veel van die games gewoon eigenlijk gewoon totaal niet werken of omdat ze niet goed zijn, maar vooral ook omdat mensen gewoon niet de tijd hebben om vijf, zes van dat soort games te spelen. Precies. nou, hier Marvel's Adventures uh, met veel tromgroffel ooit aangekondigd en het is niet de slechtste franchise, uh, Marvel's Adventures super populair in de bioscoop. dus zou het toch succesvol zijn? Nee. Uh, is stopgezet. Nou, volgens mij een jaar, anderhalf jaar. Um, en wat is dan weer het lullige daarvan? Uh, je kunt het nog wel blijven spelen, maar bijvoorbeeld alle uh, customization die je hebt kunnen kopen, die wordt nu allemaal gratis weggegeven en je krijgt ook geen refund als je daarvoor betaald hebt. Sta je dan als je daar met heel veel passie honderden dollars in hebt gestopt en Jantje die het net uh, die dat niet heeft gedaan, die kan nu al die kleding ook krijgen voor niks. Ja. Dat is het klotere ervan. Um, en ja, ik verwacht juist door deze manie, die we al een keer hebben gehad met de MMO's. Iedereen moest een MMO maken. Uh, toen was NFT, opeens wilde iedereen een NFT. En dan hup, nou, hollen we allemaal weer achter die service games aan. Dat is niet zoals het werkt, weet je wel. Ja, maar uh, dat is wel wat die grote bedrijven altijd gedaan ja, ja, hebben. Dat is gewoon achteraan rollen. Ja, ze zijn gewoon niet zo goed in staat om te innoveren. En nee. dat is treurig is in tijden waarin je innovatie nodig hebt. Maar dat is wat ik bedoel met die creative destruction. Deze grote bedrijven moeten gewoon. Op een gegeven moment omvallen als ze niet meer kunnen innoveren om ruimte te maken voor nieuwe kleine studio's die wel kunnen innoveren. Ja. En dat, uh, dat gaat hopelijk gebeuren. Dat is de kracht van de markt. Ja. Um, en wat en, krijg je dan ja. als fan? Uh, een pagina op de website met dit soort nee. gordroge antwoorden. Maar en er dat, zijn helemaal geen games, weet je, of geen fans. Wie nee, dat, dat snap gespeed, ik ook wel. Maar je, ik bedoel, het is meer is van, je... zo dood als een pier. Absoluut. Maar een service game staat en valt bij de passie die je hebt in de investment. De emotionele investment die als gamer erin stopt. Dan gaat het leven. En dan wordt het zomaar stopgezet. Is natuurlijk ook een gevaar van een Game Pass. Dat in één keer als het weg is, dan is ook alles weg. Dan heb je die games ook niet meer. Uh, dat is waar de markt zich nu een beetje in vindt. En uh, bevindt. En waar ze niet echt nog een solide oplossing voor hebben. Van... En gamers dus steeds meer hebben van. Hmm, ik weet het eigenlijk niet of ik nou wel al die service games wil hebben. Misschien ga ik toch maar Elden Ring kopen, omdat dat gewoon een game is die gewoon van A tot Z speelbaar is. Ja. Voor, dus nee, maar we gaan terug bewegen naar de, naar de gewoon single player adventure. De, de, de 30-40 uur game, dat gaat ja. er helemaal terugkomen. Precies. En um, daar had uh, dat had Ubisoft moeten zien aankomen en die had dat gewoon moeten blijven doen. Maar ik vind het allemaal hoor, Sony ook. Die waren hier en meester ja, nee, die, in dat die, domein. Die zetten zich daar ook in en dat vind ik ook levensgevaarlijk. Ja, is echt heel, heel slecht. Dus Goed, ja. het is wel voer voor ons in de piepshow volgende week een nieuwe piepshow.